Deze week in Lembourgeois. Sterrenchef Bart Ausem schrijft een kinderboek. En over 7 jaar echte truffels uit Limburg. Ik heb een boekje geschreven en dat heet Prinses Lieselot en de pratende vlinder. Ja, een vlinder die kan praten. En het gaat eigenlijk over Lieselot. En die woont samen met haar papa en mama in een heel groot kasteel. En in dat kasteel woont ze samen met 2 zusjes. Dus Lieselot heeft 2 zussen, maar die zussen die zijn veel ouder dan haar. Als koks een boek maken, dan is dat bijna altijd een kookboek vol met receptuur. Maar niet Bart Ausems van sterrenrestaurant Tout à fait in Maastricht. Die heeft in coronatijd een kinderboekje gemaakt. Verhaaltjes om van te smullen. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Ja, dat idee zat al heel lang in mijn hoofd, joh. Al van kind, toen onze kinderen klein waren, inmiddels zijn ze groot, deed ik altijd in de vakantie. Als de kinderen zelf naar bed brengen, want normaal lukt dat niet, dan werk ik, sta ik in de keuken. Maar dan had ik alle tijd en vertelde ik altijd verhaaltjes die ik zelf verzon. En vaak zeg ik dan het einde van het verhaal van, ja, als jullie willen weten hoe het morgen verder gaat, dan had ik de dag daarna de hele dag de tijd om erover na te denken, hoe ga ik verder morgen. Tussen het snijden van de groenten door. Ja. Zodoende had ik altijd het idee van, ja, dat moet ik een keer gaan opschrijven. Maar ja, wanneer? Dat komt er nooit van. Dus wat dat betreft kwam corona goed uit, qua tijd? Qua tijd wel, ja. De rest natuurlijk niet. Maar ja, ik had in één keer heel veel tijd. En ik heb gedaan wat iedere horecaondernemer heeft gedaan. Ik heb eerst de kelder opgeruimd en de zolder opgeruimd. Maar op een gegeven moment ben je klaar. Dan is alles opgeruimd en dan. Dus toen had ik het idee van, ik ga die verhalen die ik vroeger vertelde opschrijven. En de kinderen hingen destijds aan mijn lippen. Dus die vonden het altijd super spannend wat ik vertelde. En zodoende hebben we eigenlijk een serie gemaakt van verschillende kinderverhalen. Het eerste boekje is nu klaar. Ja, ja. En het wordt dus een serie. Dus hoeveel exemplaren komen er nog? 5. Ja, totaal 5. De eerste van de 5 die is nu gedrukt. Ja. Die is klaar. Prinses Lieselot en de pratende vlinder. En toen nam ze een beetje van die soep en dat proefde best vreemd. Ze vond het eigenlijk helemaal niet zo lekker, maar ze had best wel honger. En toen dacht ze van, ja, nou, ik ga het toch maar opeten. Toen ze het soepje op had, toen voelde ze zich een beetje moe worden. En voordat ze wist, was ze in slaap gevallen. Ja, ik heb natuurlijk erin gelezen en het gaat over heksen en vlinders en noem maar op. Maar eigenlijk gaat het niet eens zoveel over lekker eten. Het komt er wel in voor, maar het is niet de hoofdlijn. Nee, het is echt een kinderverhaal. Voor kinderen tussen de 4 en de 8 jaar. Het is echt een kinderboek. Maar ik ben kok en ik hou van lekker eten. Dus ik heb er wel een receptje aan toegevoegd van een bessentaart. Want het gaat over een bessentaart in het verhaal. En dat receptje, heel eenvoudig, wat kinderen samen met een papa of mama kunnen maken. Stapsgewijs, niet hele moeilijke kookdingen, maar gewoon een simpel taartje wat ze kunnen maken, dat ze eraan toegevoegd. Er komen nog 4 uitgaves, allemaal nog dit jaar of 1 per jaar? De tweede die is bijna klaar. We zijn nu met de laatste illustraties bezig, dus die zal er heel snel aankomen. En ja, nummer 3 ben ik al mee bezig, dus het gaat wel achter elkaar doorlopen nu. Ja. Ja, want straks heb je geen tijd meer. Dan als het goed is niet. Helemaal vol, want iedereen... Maar het is wel... Een manier voor mij geweest om een stukje negatieve energie van die corona om te zetten naar iets positiefs. Want je krijgt er wel energie van. En ook als je nu kinderen ziet en die met het boekje bezig zijn, dat is ontzettend leuk. Dat is echt ontzettend leuk om daar om door die corona toch een positieve draai te geven. En voor jou een recept tegen de stress, tegen de depressie zou ik bijna zeggen. Ja, misschien wel, ja. Hoe wordt het uitgegeven? Je hebt het in eigen beheer gedaan, dus hoe distribueer je dat dan? Ja, via onze eigen social media, via onze eigen kanalen kunnen mensen hier de boekjes bestellen. En ja, eigenlijk op een hele speelse manier zet het ook een heel klein educatief karaktertje aan. Maar wel heel speels, kinderlijk, zodat kinderen het wel leuk vinden. Maar ja, wie weet, als ze beginnen met die boekjes van jou te lezen, dat ze 20 jaar later hier aan de 5-gangenmenu zitten. Ja. Ja, nou, dat zou fantastisch zijn. Is dat mooi meegenomen.
Hij mag zo'n klein beetje erin drukken zo, hè. En? Hoeveel zijn bessen zitten erin? Ik dacht dat we de bessen... Wil je er ook nog een paar bessen in, Christophe? Oké, ga ik die ook nog in overschuiven. Wie aan truffel denkt, denkt vaak aan de Zuiderse oorden in Spanje en Italië. Maar wellicht in de toekomst ook aan Limburg. Een trufferie in IJs. Hoe kom je op dat idee? Door een toevallige ontmoeting met Judith Evenaar, die ook een truffière heeft in Wageningen. En die ook onderzoek doet en er heel veel over weet. En die mij begeleidt en mij heeft aangestoken op het moment dat ik niet wist wat ik met deze gaard moest. Want er stonden pruimen en appels op. En dat was een vervanging toe. Dat vind ik natuurlijk prachtig, fruit. Maar nog onderscheidender en nieuwsgierig en spannender vind ik het telen van truffels in Limburg. Wat is van belang om truffels te kunnen telen? Wat heb je nodig? De juiste grondsoort, dus lus met een goede dosering van kalk. En die kalk heb ik extra aangebracht, 100.000 kilo, uit de Kunrader steengroeven. Want we hebben hier het over 1 hectare, ruim 1 hectare truffelteelt. En dan heb je bomen en struiken aangeplant, want die zijn ook daarvoor nodig. Eikenbomen, hazelaar, struik. Dat is een hazelaar. Dat is een hazelaar, precies. Ja. En die netjes zitten erom dat de konijnen of de hazen er niet aan kunnen. Voornamelijk hier haas. Als je dan naar de smaak gaat kijken, wordt die smaak hetzelfde als we die kennen nu van de truffels uit Spanje en Italië? Of is dat nu nog niet in te schatten? Ja, nee, dat wordt zeker hetzelfde. Daar zal geen verschil in zijn. We hebben het over dezelfde soort truffel. We hebben het over de goede grondsoort hier. De goede condities. Dus ik verwacht daar totaal geen enkel verschil in. Wat belangrijk is, is dat die truffel goed rijp is. Dat is net als met een appel. Je moet een appel ook niet te vroeg plukken. Dat smaakt die ook niet. Je hebt het eind vorig jaar aangeplant. November. November. Ja. Maar de oogst is niet meteen voor volgend jaar of voor dit jaar. Nee, daar schrikken mensen van als ze horen dat ik nog zeker 7 jaar moet wachten. 7 jaar. Ja. Limburg is zich nu ontwikkeld als wijnprovincie. Ja. Heeft de truffel ook zo'n toekomst in Limburg? Ja, weet ik zeker. Ja? Ja. Hoezo zo overtuigd? Zo ja, absoluut. Kijk, we zijn er eigenlijk van bewust de laatste jaren dat truffels worden gevonden. Maar ze zijn er misschien al 100 jaar. Of nog langer. Alleen waren we nooit ons ervan bewust dat hier zeg maar groeit. Dus over 10 jaar zou dat een nieuw Limburgs eigen streekproduct kunnen zijn? Ja, zeker weten.